Ja, als je nou alleen naar de ranglijst kijkt, dan is het de nummer 16 tegen de nummer 17 een degradatiekraker. Nee hoor, zeggen ze in Tilburg. Ranglijstjournalistiek. Of je nou bovenaan of onderaan staat, als je de hele week naar teletext gaat kijken, naar de stand, dan, dan ga je echt niet beter van voetballen. Nee, over ranglijsten gesproken. Bij Willem 2 rappen ze eerder over het linkerrijtje dan over de gevarenzone. Kijk, als je met z'n tweeën met Go Ahead op die positie staat waar je nu staat en er is een heel groot gat naar boven, dan ligt er een andere lading op die wedstrijd dan, uh, dan dat er nu is. Want je zit gewoon met een hele grote groep, uh, zelfs met de nummer 9, nog uh, heel dicht bij elkaar. Ja, je hebt, uh, je hebt dit jaar 10 concurrenten, dus uh, je krijgt ook heel veel wedstrijden tegen concurrenten. Maar toch, de cijfers spreken voor zich. En de wedstrijd tegen PSV was wat dat betreft misschien wel exemplarisch. 0-0 tegen de landskampioen. Goed gespeeld, complimenten. Er was heel veel euforie na de wedstrijd die, die ik niet helemaal deel. Ik bedoel, uiteindelijk hebben we wel. Uh, er wel maar één punt aan overgehouden en, uh, ja, en gezien de ranglijst heb je meer nodig. Ja, dat komt maar op één manier en dat is nog precies waar het aan ontbreekt. Het rendement, uh, dat, dat is zo'n prachtig cliché in het voetbal, dat is bij ons te laag. Uh, maar sommigen moeten misschien even net even over een drempeltje heen van bam, dat hij er een keer erin gaat en dat je ook echt loskomt. Want gebeurt dat niet, en dat weten ze ook bij Willem II, dan kan je het ranglijstjournalistiek noemen. Maar de ranglijst liegt niet. Uh, maar het is wel belangrijk dat je wel gewoon je punten blijft pakken.